paar dagen en dan is het zover. Aanstaande zondag 22 oktober om 5 uur komt de allereerste aflevering van mijn online kookshow Babbelhap online. In Babbelhap ontvang ik iedere week een hele leuke gast waarmee ik de keuken induik. We brengen beide een recept in en laten jullie precies zien hoe we die maken. Wat heb je nodig en stap voor stap wat je moet doen. Ondertussen kletsen we gezellig over alles wat te maken heeft met eten en koken. Ik krijg al trek als ik erover nadenk. En ik ben trouwens Charlotte. Ik vlog inmiddels ruim 8 jaar. En in mijn vlogs krijg ik altijd de vraag of ik iets wil doen met de recepten die ik altijd laat zien. Want in iedere vlog komt er alweer een recept voorbij. Ik heb er wat mee gedaan. Ik heb een eigen horecazaak gehad in Zoetermeer. Een borrelbar waar ik zulke planken serveerde die ik zelf maakte. Met daarop allerlei zelfgemaakte producten. Ik ben gewoon gek op het maken van borrelplanken. Al zolang ik me kan herinneren. Als er mensen langskomen is de kans groot dat ik een borrelplank voor ze maak. Het was voor mij gewoon meer dan logisch dat het eerste seizoen in het teken zou staan van de borrelplank. Ik heb mijn gasten gevraagd om een recept in te brengen die perfect is voor een borrelplank. Dus we gaan vooral heel veel lekkere verse dips maken die heel erg lekker zijn, maar niet al te moeilijk. Mijn gasten en ik gaan je dus laten zien hoe je die lekkere dingen stap voor stap kunt maken. En in de laatste aflevering, aflevering 8, ga ik je laten zien hoe je een borrelplank nou zo mooi kunt maken. Stap voor stap gaan we een borrelplank maken. Dus je leert precies wat de tips en trucs zijn om zo'n plank er mooi uit te laten zien. Maar ook bijvoorbeeld wat nou de allerlekkerste kazen zijn, vind ik. En waar je ze kan scoren. Of wat het lekkerste brood is. Waar haal ik de allerlekkerste producten voor op een borrelplank? Welke rauwkost gebruik je? Welk fruit? Waar dip je mee? Alles en nog wat komt voorbij. Dat wordt een hele leuke, gezellige aflevering waarin je echt wat gaat leren. Alle recepten van de afleveringen kun je trouwens terugvinden op de Instagram pagina van Babbelhap. Zodra er een nieuwe aflevering online komt op zondag, komt er ook op Instagram een mooi template met daarop de ingrediënten en de how-to. Natuurlijk ook wat leuke beelden van de video. En vergeet dus zeker niet die pagina te volgen. Ben je nou enthousiast geworden, wat ik natuurlijk hoop? Vergeet dan niet om de komende 8 zondagen vanaf aanstaande zondag 22 oktober iedere keer om 5 uur te kijken naar een nieuwe aflevering van Babbelhap. Vergeet ook niet om je te abonneren zodat je een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En vind je de afleveringen nou leuk? Vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen op de video en te reageren. Want de ideeën voor hele leuke gasten en hele lekkere recepten voor een tweede seizoen liggen al klaar. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze trailer. En ik hoop je natuurlijk aanstaande zondag om 5 uur te zien op dit kanaal. Doei!